Vitens had nou verschillende klachten onderziek die naar de geerstalling. Het wetter knettert op gewoon plakken nog lieke hut, maar de meeste klachten gingen over de kalkoonslag. Doordat ze het wetter minder hut maken, vernemen ze dat er minder klachten komen. Ja, dat merken we zeker. We hebben in elk geval ervoor gezorgd dat de water wat we bij de klanten afleveren, dat nog eens een keer verlaagd is wat de hardheid betreft. Dat hebben we van 1,2 naar 1,1 gebracht. En wat voor eenheid zijn dat? En dat is van 1,2 millimol naar 1,1 millimol. De klachten ontstien nadat Vitens gewoon elementen uit het wetter hellen hier. Men ervaarde alsof het veel meer kalk in het water zat. En dat is niet zo, maar zo werd het wel ervaren. Alleen dat had te maken met het feit dat we de humuszuren eruit hebben gehaald. En daardoor manifesteert dat kalk, wat altijd in het water aanwezig moet zijn, dat manifesteert zich op een andere manier. Dus dat zet zich anders af op de wand of in dit geval als schilpjes of als kleine bolletjes in het water. Het aantal klachten is maar meer als de helte waarop roen. We zaten in het begin van dit jaar, in mei zelfs nog ongeveer op 40 klachten per maand. En we zijn inmiddels zitten we ongeveer op zo'n 16 tot 18 klachten. Dus er zijn nog wel klachten. Waar gaan die dan over? Ja, er zijn nog steeds klachten. Ja, dat zijn de klachten in zijn algemeenheid over kalk. En ik denk ook niet dat we die zo 1, 2, 3 weg kunnen nemen. Het had het wetterbedrijf allemaal al 2 ton kosten.